het best wel eng, want ik ben bang dat er iets gebeurt, dat er ongelukken komt of zo. In Zeeland vielen in 2021 11 doden in het verkeer. Dit jaar staat de teller al op 18. Hoog tijd om gevaarlijke situaties in kaart te brengen. Wie kan dat beter doen dan de mensen die er wonen of werken? Zoals Piet Nachtegaal, directeur van de Vlissingse schoolvereniging, en Suzanne Fransen, leerkracht van groep 5. We zijn hier bij de Vlissingse schoolvereniging. Dat is een neutraal bijzondere school. Eigenlijk is dat een openbare school in verenigingsvorm. We zitten met een lastige situatie waarbij eigenlijk twee verkeersstromen elkaar kruisen. Auto's die deze kant uitrijden en fietsers die zo naar de school rijden. En dat geeft wel eens hele moeilijke situaties. En het is gewoon zorgelijk. Zeker met het uitgaan van de school 2:15. Dan gaat iedereen natuurlijk naar huis. En dan hebben we 240 kinderen op school die met ouders en nou ja, opa's, oma's, noem het maar op. Ze staan allemaal bij het schoolhek en vertrekken dan. En ja, een hoop kinderen komen natuurlijk op de fiets of zijn lopend. Maar ook wel een hoop ouders die de kinderen brengen met de auto. Het is natuurlijk, gaat dan eigenlijk altijd wel net goed. Ja, we willen natuurlijk niet wachten tot dat niet meer zo is. Wie woont hier? Ook de kinderen maken zich zorgen. Ik vind het best wel eng, want ik ben bang dat er iets gebeurt, dat er ongelukken komt of zo. Bij die bocht vind ik het wel een beetje eng, want soms gaan de auto's echt heel hard, komen echt zo bam uit de bocht. Dus ik denk eigenlijk dat de auto's minder hard moeten rijden in die bocht. Ja. Minder hard in die bocht rijden daar zo. Mijn moeder die vindt het altijd zo moeilijk om daar te parkeren. Soms zit ze ook wel weer te schelden in de auto van waarom doet hij dit nou weer? Waarom gaat hij gewoon achter me lopen? Het terrein voor de school is eigendom van de gemeente. Wethouder Sal Krakau komt kijken. Auto's rijden hier. Ja. En kinderen gaan het plein op. En auto's stoppen hier? Nee, die mogen hier officieel niet stoppen. Maar, doen ze, maar ze komen wel uit de parkeerplaats. Het is eenrichtingsverkeer. Dus ze moeten wel langs deze kant weg. Nou, er gebeurt van alles natuurlijk. Ja. Valpartijen voor auto's. Het is allemaal nog goed afgelopen. Allemaal net goed afgelopen. Net goed afgelopen, maar je houdt je hart elke dag vast. Ik voel een beetje van het is infrastructureel van met de situatie zoals het is. Maar het is ook gedrag van mensen. Absoluut, absoluut. Maar wij kunnen gedrag gedeeltelijk sturen. Dan wijzen ze er natuurlijk op. Ja. Buiten dat hek wordt het al een stuk lastiger voor ons om het gedrag te sturen. Ja, dat begrijp ik. Wat zou voor u de oplossing zijn? De oplossing zou zijn? Eigenlijk heel eenvoudig. We zouden het fietspad willen verlengen tot bij de schoolpoort. En dan zijn die verkeersstromen gescheiden. Het is eigenlijk een heel eenvoudige ingreep. Maar ja, dat moeten we wel samen met de gemeente doen. Wij mogen die streep niet trekken. Het was te zien inderdaad dat fietsers aankomen, ouders vertrekken, ouders ook stoppen waar het eigenlijk niet mag. Nou ja, goed, je ziet inderdaad dat die situatie ontstaan en dat kan inderdaad tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden. Nou, het is wel iets wat ik wel in het college en op het stadhuis met de ambtenaren van verkeer wil bespreken, zeker. Ik heb toegezegd dat we het gaan onderzoeken in het college en met de deskundigen op het gemeentehuis van verkeer. En dat ik graag nog een vervolggesprek wil om dat dan te bespreken met de directeur. Nou, de toezegging van de wethouder hebben ze al binnen bij de VSV. Maar ook belangrijk is het gedrag van de ouders die hun kind komen brengen of halen. En dus gaan ze daar ook iets aan doen op de VSV. Nou, wat gaan we nou doen dadelijk? Ik wil jullie vragen om borden te maken. Kijk, ik heb hier een paar al uitgeprint. En dan ga je met z'n tweeën eens nadenken, wat zullen we in het midden tekenen? Dus pak je schaar en je kleurpotloden. Dan gaan we aan de gang. We gaan met de kinderen verkeersborden maken. Dus we gaan nadenken over hoe de situatie veiliger kan. En eigenlijk toch een beetje dat mensen kunnen bedenken van oké, okay, zo kan het beter. En die gaan we ophangen. We hebben een auto gemaakt die te hard rijdt. Om te laten zien van je mag hier niet te hard rijden. We hebben een verkeersbord gemaakt. Dat betekent dat je daar mag parkeren. Ik hoop dat als de ouders de borden zien, dat ze er eigenlijk vooral over na gaan denken. En ik hoop ook dat ze met hun kinderen in gesprek gaan. Want ze zullen natuurlijk het zien en zullen ze waarschijnlijk de kinderen vragen van wat hebben jullie dan gedaan op school? Waarom?
En de klassen die het natuurlijk niet hebben meegekregen, dat die ook wel gaan nadenken. Want misschien dat die ouders het ook vragen aan de kinderen uit de andere klassen van... wat is dat dan? Nou, dat ze er toch wel over na gaan denken. Want op zich is denk ik het antwoord heel simpel. Ja, laten we het met elkaar veilig maken. Inmiddels zijn de verkeersborden klaar. Nou, hier heb ik getekend een poppetje die op zijn mobiel zit, maar dat mag dus niet. Wij hebben een verkeersbord gemaakt dat je niet 40 mag rijden. Wij hebben een bord gemaakt, een verkeersbord, met daarop let op dat je nadenkt. Nou, zoek een plekje. Ik ga het daar doen, ja. Wel goed kijken dat er niks aankomt, hè, dat je niet... Je kan daaraan en aan het bord met de schoolnaam. Nou, ik ben er heel, heel blij mee. Kijk, ik haal mijn kinderen ook wel regelmatig op met de auto. En ik ben altijd super voorzichtig. Probeer ik altijd alles te ontwijken waar maar kinderen kunnen lopen. Maar soms zie je ook wel eens mensen toch net wat snel rijden of gehaast zijn of wat dan ook. Nee, ik ben super blij dat ze er aandacht aan besteden. Heel, heel blij mee. In ieder geval is iedereen weer even gewaarschuwd. En als ouders en gemeente woord houden, komt het vast helemaal goed bij de VSV. Gezien de geschiedenis ben ik wat dat betreft heel behoudend en afwachtend. Eerst zien en dan geloven. Ja, als school, dat praat ik niet alleen voor mezelf, maar natuurlijk ook als school hopen we dat de wethouder met ons mee wil denken over wat misschien toch een veilige situatie kan creëren. Waarbij we ja, misschien toch wel iets met borden of met meer ja, pionnetjes of paaltjes. Ja, we hebben er zelf niet echt een heel duidelijk beeld over wat dan beter zou kunnen zijn. Dus we hopen dat de wethouder met ons meedenkt. Neem aan dat het gesprek voortgezet wordt. En dan hopen we een keer op echte resultaten. Een eenvoudige oplossing die weinig kost. Dus we hopen op de medewerking van de gemeente en dat we dan een heel verkeerd veilige situatie krijgen. Ik heb hoop dat het goed komt.